Daar vind ik wat van. Als mensen vragen wat heeft Twitter eigenlijk gedaan voor de Nederlandse taal, heb ik daar sinds kort een antwoord op. Twitter heeft gezorgd voor de uitdrukking, ik vind daar wat van. Ik vind daar wat van betekent op Twitter heel vaak, misbruikt door bepaalde mensen, betekent ik heb daar een negatieve mening over. Ik vind dat slecht, ik vind dat stom. Ik vind daar wat van. Let er maar op, tik het maar in je zoekmachine. Je vindt het relatief veel gebruikt en bijna altijd nog gebruikt op Twitter. Het zal ongetwijfeld overslaan naar andere domeinen, maar het is volgens mij begonnen op Twitter. Hoe gaat het met van die nieuwe uitdrukkingen? Je hoort een keer iemand hem gebruiken, je denkt origineel taalgebruik. Dan hoor je het een tijdje niet. Dan hoor je het weer iemand gebruiken, denk je misschien weer origineel taalgebruik. En zo slijt het langzamerhand in. En het valt je eigenlijk niet op dat het iets is wat je vaker en vaker hoort. En dat dus ook niet echt origineel taalgebruik meer is. Tot je opeens op een dag beseft, hey, dit is een nieuwe uitdrukking. En dan is het meestal al te laat. Als je dat denkt, dan bestaat het al geruime tijd en kun je de oorsprong niet meer precies vinden. Dus wat deed ik onlangs? Ik dacht, ik ga het eens vragen op Twitter. Hoe lang kennen jullie die uitdrukking al? Ik ken hem sinds een paar maanden. Hoe lang hebben jullie die uitdrukking al gehoord? Nou, dan krijg je allerlei antwoorden. Sommige mensen zeggen, ik ken hem 2 jaar, ik ken hem 4 jaar. Linda Duits zei, ik ken hem 7 jaar. Linda Duits is onderzoekster, een sociale wetenschapper. Ze werkt ook zelf heel veel met sociale media. Dus je zou kunnen zeggen, die kan het weten. Aan de andere kant, je geheugen kun je nooit echt helemaal vertrouwen. Vooral niet als het gaat over dit soort alledaagse dingen. Maar er kwam ook al snel iemand die retweette een bericht van 5,5 jaar geleden. Waarin die uitdrukking duidelijk ook al op deze manier werd gebruikt. Ik vind daar wat van. Die persoon die die eerste tweet die we hadden gevonden had geschreven. Joanne Bijl die meldde zich snel ook al. Die zei, ja, ik was zeker geen early adopter van deze uitdrukking. Hij moet al ouder zijn. En dus is die schatting van 1 jaar of 7 misschien helemaal zo slecht nog niet. Althans, hij heeft waarschijnlijk een nog wat oudere oorsprong. Want er waren ook mensen die zeiden, ik ken hem al van veel langer geleden als een soort cynisch agressieve manier waarop mensen zich aan de telefoon uitdrukten. Daar vind ik wat van. Die agressieve toon is volgens mij vaak nu van Twitter verdwenen. Het wordt gebruikt door een groep van twitteraars. Wat zal ik zeggen? Dertigers uit de Randstad. Met een wat ironische levenshouding. Het wordt dus ook op een wat ironische manier gebruikt, deze uitdrukking. En daarmee is het ook eigenlijk helemaal typisch Twitter. Dus het is precies wat Twitter heeft bijgedragen aan het algemene taalgebruik. Die mengeling van aan de ene kant de dingen kort zeggen, hè? Want je zegt het natuurlijk kort. Je zegt niet, ik vind dat nogal bedenkelijk, ik vind dat slecht, ik heb daar. Nee, je zegt, ik vind er wat van en met een paar woorden druk je eigenlijk dus een heel negatieve mening uit. Nou, die mengeling van kort zeggen, van een soort agressieve oorsprong van de uitdrukking, maar daar een ironische saus overheen, dat is typisch helemaal de taal van Twitter.